Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Miss Maxi Nederland. Ilanga, Nancy en Renata hebben de voorrondes gehaald en staan nu in de halve finale. 0801 TV volgt deze inwoners van Voor de Putten. Hoe de dames zich voorbereiden op de missverkiezing. Deze eerste aflevering van 2011 staat in het teken van promotie. En dat Nancy Stark in de halve finale staat, dat kan niemand ontgaan. Wat ze allemaal doet aan promotie, zie je in deze aflevering van Miss Maxi Nederland. In deze aflevering van Miss Maxi Nederland laat ik jullie zien wat ik als halve finalist allemaal doe om die felbegeerde kroon te behalen. In het begin heb ik mijn auto helemaal laten bestikkeren. En hoe dat ging, laat ik jullie nu zien. Hoe gaat het nou in zijn werk, het beletteren van een auto? Als we weten waar welke tekst moet komen, wordt die in de computer ingevoerd. En zo nodig uitgeprint. De uitgeprinte foto's worden van een lijmlaag voorzien. En de te plakken letters worden op maat gesneden door de machine. Dan de tekst lossnijden en de lettertjes eruit peuteren. En om te zorgen dat de letters ook blijven zitten op de autoruit, moet die natuurlijk wel schoon zijn. En daar zorgt Nancy voor. Dan is het tijd om de letters erop te plakken en ze stevig aan te duwen. Als alle tekst erop zit, wordt het nog even verwarmd, zodat de letters niet loslaten. Maar bij het bestikkeren van mijn auto blijft het natuurlijk niet. Ik ben ook spijkenissen in geweest om mijn flyers uit te delen. Hallo, ik ben Nancy. Joke. Ik ben kandidaat van de Miss Maxi Nederland verkiezing 2011. Ja. Ik wou eigenlijk vragen of ik ter promotie van mezelf hier een aantal flyers zou mogen neerleggen. Heb je ze bij je? Ja, ik heb ze bij me. Kijk. Oké, ja, ziet er leuk uit. Is goed. Leg ik ze hier op de toonbank en de mensen meenemen. Oké, hartstikke bedankt. Oké. En graag gedaan. Ja. Dag. Het flyeren zit er nu op. En nu gaan we spijkenissen verder in om een aantal borden te gaan beplakken. Gelukkig hoeft Nancy dit klusje niet alleen te doen. Haar vrienden Cindy en Wendy helpen haar een handje. Als Miss moet je natuurlijk heel goed voor je supporters zorgen. Dus heb ik een heel leuk klusje voor ze. Hier, ga maar pakken. Geef me een N. Geef me een A. Nancy! Okay. De C van Cindy.
Als dank voor de hulp bij deze promotieactie hebben de dames wel een drankje verdiend. Hallo. Hoi. Christine. Wil je wat drinken? Ja. Als jij Nancy in 5 woorden zou moeten omschrijven, welke 5 woorden zijn dat dan? Oh, dat is makkelijk. Meegaan, schattig, lief, zelfverzekerd en trouw. Lief, een doorzetter, ook wel schattig. Zijn dat al 5? Nee, ja. Sociaal en een echte dierenvriend. Nancy is heel lief, zorgzaam, het is een verrassende persoonlijkheid. Ze is sportief en ja, gewoon een supervriendin. Welke van deze eigenschappen komen dan van pas bij de misverkiezing? Nou, ik vind dat als je een mis bent, dat je dan ook wel trouw mag zijn aan je idealen, aan je vrienden, maar ook aan het doel van de verkiezing natuurlijk. En dat is ze, altijd. Nou, ik denk toch wel dat schattige, want ik kan ze echt alle juryleden mee om de vinger winden. Dat moet geen probleem zijn voor Nancy. Nou, ik denk verrassend, want Nancy houdt wel van avontuur en ja. Een avontuur vol verrassingen. Ja, zo kunnen we de misverkiezing wel omschrijven. Nu maar hopen dat het avontuur Nancy naar de finale brengt. Daar proosten we op. 3, 2, 1, proost Nancy! Oh, Nancy. Je moet er wat voor over hebben om jezelf te promoten. Nou, dit is het resultaat. Aan de promotieactie zal het niet liggen. Maar wat voldoende is om op 30 januari de finale te halen, dat zullen we zien. Hoe het de andere kandidaten uit de regio vergaat, zien we volgende week in een nieuwe aflevering van Miss Maxi Nederland. Proost! Proost!